Van harte welkom bij dit gesprek over het thema Als je wereld wankelt. Wie zijn de sprekers deze middag? Ik stel ze even aan u voor. Daar zit Henk van Bokhoven. Henk heeft ruim 7 jaar gewerkt als evangelist in de havenstad Durres in Albanië. Hij is begin mei dit jaar gerepatrieerd naar Nederland. Fijn dat je wilde komen, Henk. En is het al een beetje gewend in Nederland? Ja, we zijn begin mei aangekomen in Nederland. Het voelde in het begin een beetje als een verlofperiode weer. En nu hebben we wel echt door van, jongens, nee, het is nu definitief dat we het afgesloten hebben. Nog niet in je hoofd, maar je moet die periode af gaan sluiten. Ja. Maar tot nu toe gaat het allemaal goed. Je hebt ook het gezin weer compleet. Dus dat is ook de andere kant. Je laat heel veel achter. En je krijgt er hier ook wel weer heel veel andere dingen voor terug. Ja. Nou, fijn om te horen. Fijn. Dick Korpel zit aan de andere kant aan deze tafel. Ja. Nou, jullie kennen Dick natuurlijk, u kent Dick nog van vanmorgen, van het vertalen. Ja. Je bent sinds 2016 toerusten voor de vierzendingsgemeente in Ecuador, theologisch toerusten. En eerder ben je ook uitgezonden geweest naar Nigeria. Ja. En nu ben je hier lekker met verlof. Klopt. Maar ja, ik moet dan toch even de vraag stellen, Dick. Je zit hier op de zendingsdag een heel actief onderdeel te verzorgen. Heb je wel een beetje een verlofgevoel? Ja, maak je daar geen zorgen over. Nee, we hebben nu ruim 2 maanden verlof. En daar hebben we heel veel mooie dingen kunnen doen. Door corona zijn de dingen natuurlijk anders gaan lopen. Maar we hebben heel veel mooie dingen kunnen doen. En deze week was echt een ZGG-week. Oh ja. En vanaf volgende week dan gaan we nog even fietsen. Oh, nou, dat is heel wat anders. Ja. Ja. Fietsen met ZGG, dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt. Als je wereld wankelt, dat was het thema van het gesprek wat wij voeren. Nou, het is natuurlijk logisch dat in letterlijke zin een beetje voortkomt uit de aardbeving die jij hebt meegemaakt in Albanië. Maar eigenlijk wil het ook wel iets breder trekken, want het gaat natuurlijk eigenlijk over crisissituaties op de zendingsvelden. En die komen nog wel regelmatig voor, heb ik in de loop van de tijd wel ontdekt. Recent ook politieke spanningen in Ecuador, weet je wel van, en in Guinea. Ernstige verkeersongelukken. Infectieziekten, zorgen om familie in Nederland. Het zijn allerlei situaties eigenlijk die spanning oproepen. Henk, als jij nou terugkijkt op jouw periode in Albanië, kun jij dan een voorbeeld geven van een situatie die voor jou als een crisis voelde? Ja, als je op zo'n periode terug gaat kijken van Albanië, dan zeker ook met dit thema, dat kwam ook naar me toe, die vraag van, joh, wil je daar eens over nadenken? Dan ga je ook denken van, wat waren nou momenten dat je dat, ja, zo'n crisis of moeilijke momenten had? Ja, taal was voor mij bijvoorbeeld ook al zoiets. Ik heb 6 maanden taalstudie gehad toen. En dan ga je vanuit de plaats waar je je taalstudie hebt gehad verhuizen naar de plek waar je dan ook gaat werken. Ja, dan moet je dus aan de slag met je taal. Ja. En daar heb ik echt wel momenten gehad dat je echt wel eens door een diep dal heen ging. Ja. En misschien mag ik daar een voorbeeld van noemen. Ik heb een keer gehad dat je een les voorbereid had met de jongeren. Die had ik altijd vrijdagmiddag met de jongeren. En ik liep daar naartoe en ik zag er zo tegenop. Mm. Ik voelde, ik kan het niet en ik eigenlijk wil ik het ook niet eens. Ja, weet je wel, dat je echt in zo'n dal zit van, toen heb ik ook echt gebeden, heren, wilt u vandaag geen jongen sturen? Ja. Zo zie je er dan zo tegenop in die taal. Ja. Normaal gesproken stonden ze voor de deur en ze stonden er toen niet. Dus naderhand kwamen ze dus binnen. En er stelt 1 jongen een vraag en we zijn erop doorgegaan. En ik heb heel die les die ik voorbereid had, wat voor mij echt er niet in zat, heb ik niet hoeven gebruiken. En we zijn over dat thema zomaar doorgegaan. En dan zie je dat de Heer ook daarin helpt. Nou, dat was een crisis die eigenlijk ook per direct bijna een oplossing vond, zeg maar. Ja. Ja, bijzonder, ja. Dick, hoe is het bij jou? Waar denk jij nou eigenlijk aan bij spanning of crisis, als jij terugkijkt op jouw ervaringen in eerst Nigeria natuurlijk en tot nu toe in Ecuador? Ja, ik vond het een heel mooi voorbeeld wat Henk noemde. Als wij praten over het thema als je wereld wankelt, dan heb je heel snel de neiging om naar echt de grote dingen te kijken die je hebt meegemaakt. We hebben flinke watersnood in Nigeria meegemaakt, was lastig. Natuurlijk politieke spanningen, tot op de dag van vandaag loopt dat door. We hebben COVID gehad in Ecuador, we hebben politieke spanningen gehad. Dus dat zijn de grote zaken die dan de aandacht vragen. Nou, dat is herkenbaar denk ik ook in Nederland, maar op zendingswerk en daar zou ik even op willen focussen. En dat vond ik het voorbeeld van Henk ook zo heel mooi. Op het moment dat je in het buitenland bent, raak je uit je comfortzone. Dingen die altijd helemaal gewoon en gewend zijn voor je, die worden in een keer heel anders. En dan vraag je je af, het gaat hier anders. Maar is dat nou normaal?
moet ik me daar nou maar aanpassen? En je voelt je niet lekker meer en je denkt dat mensen je niet eerlijk behandelen. En je gaat heel erg twijfelen. He, bijvoorbeeld als ik denk aan een visumaanvraag. Nou, dat was in Nigeria was dat altijd weer een sport. Ja. Omdat we eigenlijk niet wisten wat er nou allemaal gebeurde. Mm-hmm. En je wist, als je nou me heel veel naira gaf, dan ging er van alles nog wat lopen. Maar je wilde niet meedoen aan corruptie. Hey. En dan kan je je soms zo onheemd voelen van wat gebeurt hier nou. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar goed, als ik jou dan zo hoor, dan denk ik van het zijn misschien de kleinere dingen die de crisissen voor jezelf uitmaken. Maar het zijn wel allemaal dingen die je meemaakt omdat je zendingswerker bent en dus ver van huis en haar bent gaan wonen. Zeg maar. Dus is het dan toch zo dat je meer spanningsvolle situaties meemaakt als jij op het zendingsveld zit dan wanneer je gewoon als Nederlander in Nederland blijft wonen? Meer bewuster denk ik dat je ervan bent. Omdat wat ik zei, je voel je buiten je comfortzone. Nou, in Nigeria was dat natuurlijk heel logisch. Maya en ik, samen met Ali Buiten, waren de enige drie blanken die daar woonden. Dus als we op de markt liepen, dan was je ook letterlijk anders. Ja. Ecuador lijkt iets meer op waar wij in onze setting. Maar als je wat langer daar bent, kom je er ook achter dat dingen anders gaan. Dus in die zin zijn zaken echt anders. Maar ga je nou doorprikken en ga je wat doorontwikkelen, dan ga je in één keer zien van het lijkt allemaal heel erg anders in als in Nederland. Maar hoeveel zekerheid hebben wij hier nou, denken we te hebben, die dat uiteindelijk ook helemaal niet zijn? Nee. Ik denk, als ik daar even op in mag haken, dat je dat in Nederland natuurlijk ook hebt. Ik bedoel, daar heb je ook momenten van spanning. Ja. Ik bedoel, jongeren die voor het eerst naar de middelbare school gaan of voor het eerst naar een baan. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk eigenlijk ook momenten van spanning. En hoe ga je daar op zo'n moment dan mee om? Hoe laat je daarin ook leiden? Ja. Maar is het dan zo dat, ik bedoel, jullie zijn zendingswerkers of gerepatrieerde zendingswerkers. Wij zitten nu over dit thema met elkaar te praten. Kun je dan als zendingswerker ook beter antwoord geven op die vraag van hoe ga je nou met een crisissituatie om? Omdat je hem veel bewuster bijvoorbeeld meemaakt. Hoe moet ik dat dan zien? Wat ik in al die tijd heb geleerd, is dat je, als je dingen los durft te laten en niet los durft te laten in de manier van, we zien wel wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Ja, maar je zou het kunnen vertalen met het woord afhankelijkheid. Ja. Als je weet dat je uitgezonden bent naar een bepaald land. Als je weet dat je hier in Nederland geroepen bent voor een bepaalde taak. Mm-hmm. Dan weet je wie je daarvoor roept. En het woord wat zo belangrijk dan is afhankelijkheid. Ja. De Heere vraagt van ons dingen te doen. Ja. En hij zal je ook bekwaam maken. En soms ook niet. Soms vallen dingen gewoon uit je handen. Ja. Maar dat geeft niet. Hij is het hoofd van de kerk en wij volgen hem. Ja dat leven in afhankelijkheid, dat is mooi dat jij dat hier nu noemt. Want mijn ervaring is ook dat zendingswerkers dat vaak juist heel concreet kunnen maken. Bijvoorbeeld in artikelen in Paulus of op hun voorlichtingsavonden. Ja. Maar dan moet ik misschien toch nog even een beetje doorvragen. Heb je misschien die afhankelijkheid gewoon letterlijk ook meer nodig op het zendingsveld? Omdat er bijvoorbeeld veel minder welvaart is. Hoe zie jij dat, Henk? Ja, ik denk dat je dat in Nederland ook, op het zendingsveld, daar leef je ook natuurlijk in afhankelijk. Ik had het net al eventjes over die taalstudie natuurlijk. Je komt in een hele andere cultuur, je worstelt met een taal. En daar kunnen dingen fout gaan met de taal. En toch denk ik, ook hoe leven we hier in afhankelijkheid? Want je bent nu weer terug, maar dan denk ik, hoe vaak gaat het hier ook niet fout met de taal? We spreken allemaal dezelfde taal. Ja. Maar je moet maar eens een mail naar iemand sturen. Of in een gesprek met iemand gaan. En de andere leest het anders dan dat jij dat had gelezen. Ja, en, en dat valt me nu ook weer op. Je spreekt hier wel dezelfde taal. En toch kan er ook daarin heel veel weer fout gaan en misgaan. En miscommunicatie. Ja, je noemt een ontzettend goed punt. Ja. En dan zeg ik die afhankelijkheid heb je ook hier nodig. Ook al leef je in dezelfde cultuur, met dezelfde taal. Dus daarin zie je dat niet alleen op een zendingsveld is. Ja. 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 Ja, mag ik een voorbeeld geven van afhankelijkheid, waar ik heel veel van geleerd heb? Wij hadden in Nigeria een jonge vrouw met een gezinnetje die voor ons werkte. En haar jongste kind was ziek van malaria. En dat is in Afrika een heel groot probleem. De eerste 5 jaar kan dat een heel groot probleem zijn. Hij had dan medicijnen. En dan Tjingeren heette ze. Nam ze Timothy op schoot. En dan zei ze, Timothy, ik ga je medicijnen geven. Maar eerst gaan we bidden. Ach. Want als we niet bidden, dan kan de Heer dat ook niet zegenen. Ja. En als je praat over afhankelijkheid, hoe zijn wij niet bezig met onze medicijnen, onze coronavaccins?
iedereen moet dan voor zich weten wat hij ermee doet. Maar hebben we daar de Heer bij nodig of niet? Ja. Bidden, dat is afhankelijk. Onze leiding, bidden ook in gesprekken die je die dag gaat voeren. Juist. In het werk wat je die dag gaat doen. En ik vond dat heel mooi wat er vanmorgen ook in het hoofdprogramma werd gezegd vanuit Psalm 32. Ja. Van ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ja. Dat is niet alleen op het zendingsveld, maar dat is ook hier iedere dag in afhankelijkheid van de Heer je weg gaan, biddend. Ja. Voor die dag. Ja. Ja. Voor dat gesprek. Ah ja, we kunnen dat op dit moment natuurlijk wel buitengewoon concreet maken. Want wij zitten natuurlijk eigenlijk allemaal in Albanië en in Ecuador en in Nederland en eigenlijk in de hele wereld in hetzelfde schuitje momenteel. Namelijk het woord coronacrisis. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord in de afgelopen tijd? Dat is echt bijna onophoudelijk langsgekomen over de hele wereld. Ja. Dus laten we het daar ook nog eens even over hebben. Dick, hoe heb jij die periode beleefd, zeg maar, van de coronacrisis die we tot nu toe achter ons hebben? Pittig. Hè, als ik het even beperk tot Ecuador. Daar hadden we eigenlijk in 48 uur gingen we van een open samenleving naar een complete gesloten samenleving. Dus uiteindelijk betekende dat op vrijdagmiddag om 12 uur moesten we besluiten dat de 4 kerken dicht gingen. Ja. Twee van onze collega's zaten in Nederland. We konden ook echt niet reizen. We konden ook niet naar die gemeentes toe. Dus dan moet je heel snel dingen gaan regelen. Ja, dat noem ik dan wel een crisis. Ja. En gelukkig, nou, jullie hebben iets meer kunnen meemaken vanmorgen hoe goed de techniek in Ecuador kan zijn. Ja. Dus we hebben heel snel besloten, we gaan via WhatsApp gaan we preken maken en die gaan we distribueren. Maar ja, dat zijn natuurlijk echt wel hele lastige dingen. Lastig. En zo hebben we weken gehad dat we elkaar gewoon als gemeente niet konden zien. Helemaal toegesloten. Niks helemaal toegesloten. Ja. Hoe was dat in Albanië, Henk? Ja, wij hadden net die aardbeving achter de rug. Dat was in november 2019 hadden we de aardbeving. Toen in januari hadden we een nieuw kerkgebouwtje gevonden en net klaar. Want ons kerkgebouw was niet meer bruikbaar. Dus vanaf eind januari net met een nieuwe gebouw met de gemeente. En ja, begin maart ging alles volledig op slot bij ons, ook voor 3 maanden. Ja. Dus we mochten niet naar buiten, we konden niet bij elkaar komen. Ja, en dan heb je wel die vragen van, hoe moet het nu? Ja. Zo'n jonge gemeente, de mogelijkheden zijn er bij heel veel mensen niet. Hebben geen internet thuis, hebben geen smartphone waar ze iets op kunnen doen. Of een computer thuis of een laptop. Dus dat waren voor mij echt vragen van, hoe moet dit met die jonge gemeente? Ja. Net een nieuw kerkgebouw en nu weer op slot. En hoe lang gaat het duren? Want dat was ook de onzekerheid. Hoe lang gaat het duren? Ja. Ja. Dat heeft ook die 3 maanden geduurd. En dan denk je, hoe moet dit? Ja. Kan de mensen niet bereiken. Precies. En ik denk eerlijk gezegd dat wat jullie nu schetsen, dat helemaal herkenbaar is in Nederland. Oké, de techniek was bij ons misschien dan wel ook net als in Ecuador goed op orde. En we konden onze mensen in de gemeente natuurlijk wel vinden. Maar ja, het was natuurlijk toch ook wel heel spannend nu nog steeds. Van hoe gaan onze kerken eruit komen, hè, als je er zo over kan spreken. Mag ik eens vragen hoe dat in Albanië en in Ecuador is afgelopen toen bijvoorbeeld de kerkdeuren weer open gingen? Wat gebeurde er toen bijvoorbeeld in Albanië? Ik zal nog iets schetsen daarvoor bij mij, want ik was heel sterk bezig om te kijken wat kan ik allemaal doen en hoe kan ik die mensen bereiken en welke mogelijkheden heb ik en doen. En ja, we hadden natuurlijk daarvoor de aardbeving gehad en toen na die aardbeving, de eerste zondag daarna, toen had ik ook een preek uit Psalm 46 van God is onze toevlucht. Ja. En ik had eigenlijk in die periode dat we in de lockdown zaten en ik maar aan het worstelen was van hoe bereik ik nu die mensen met dat woord, kwam bij mij ook weer heel duidelijk uit Psalm 46. Maar dat laatste gedeelte, laat af en weet dat ik God ben. Ja. En dat hebben we heel duidelijk ervaren toen we de deuren opendeden. Toen zat het kerkje vol met mensen die wij ook niet bereikt hadden. Zo. En die er nu ook nog zitten. Ja, zo. Ja, die hebben het ook volgehouden. Ja. En dan daar zie je dus in dat de Heere regeert en hij gaat door. Ja. Ja. En Dick, in Ecuador gingen na verloop van tijd de kerkdeuren ook weer open. Dat duurde daar nog langer dan in Albanië. Hoe is het toen gegaan in de zendingsgemeente? Ja, wij waren natuurlijk ook heel bezorgd wat er zou gaan gebeuren. En we merkten ook wel dat mensen het wel lekker vonden om op de bank op zondagochtend, je hoopt op zondagmiddag, zo eens een preekje mee te maken. Mm-hmm. En toen de deuren open gingen in het begin, waren er echt niet zo heel veel mensen in het begin. Maar langzamerhand zie je dat dan toch weer komen. En na een maand of 4, 5 denk ik dat we weer gewoon op de normale bezetting zaten. Mm. Van
de normale leden die we hebben. Ja. En ik sprak in de voorbereiding van deze zendingsdag, sprak ik vorige week nog met mensen in Ecuador. En we hadden pas een Noche de Canticos. We hebben iedere donderdagavond hebben we een bijbelstudie. En één keer in dezelfde tijd wordt die gebruikt om liederen aan te leren. Ja. En er zaten 58 mensen in. En dat is eigenlijk wat ze nog nooit meegemaakt 58, hebben. 58, in Guayaquil dus. In Guayaquil, in El Amparo. Ja. Psalm 46, El Amparo, God is mijn toevlucht. Ja. El Amparo. Ja. Weet je, en dat zou ik ook aan de mensen in Nederland mee willen nemen. Ik hoor heel veel verhalen hier van hoe gaat het allemaal en wat gaat er allemaal gebeuren. Ja, ik denk God is een toevlucht. Ja. Hij, laten wij nou in afhankelijkheid doen wat we moeten doen. Ja. En dan ben ik ervan overtuigd dat hier in Nederland de mensen weer terug gaan komen. Mm. Want we horen bij elkaar. Ik denk dat die vragen nu ook spelen, ook in de kerken natuurlijk, bij kerkenraden, bij predikanten. Zeker. Hoe zal het dadelijk gaan na de coronatijd? Heel veel mensen, komen de mensen weer terug? En dan, dan denk ik inderdaad, laat af en weet dat ik God ben, de Heere regeert. En dat is ook wat de mensen nu naar me zeggen als je weer terug bent. Dan zeggen ze, Henk, je mag het weer in Gods handen leggen. En dan zeg ik iedere keer van, nee, we mogen het in Gods handen laten, want het heeft nooit in mijn handen gelegen. Mm. Het ligt in zijn handen. En het blijft in zijn handen. Het is zijn kerk. En hij bouwt zijn kerk en hij gaat door. Ook in die coronatijd. Ja. Als wij misschien de mensen niet kunnen bereiken. De Heere gaat door. Ja. En hij bouwt zijn kerk. Ja. Volgens mij noemde jij toen wij het hierover hadden. Bij dit gesprek. In de voorbereiding hiervan. Volgens mij noemde jij toen een voorbeeld van wat je had gehoord ooit een keer over Jericho. Over Jozua. Ja, dat was in mijn voorbereidingsperiode. Ja. Toen waren we bij een zendings. Driedaagse bij elkaar. En toen weet ik nog goed dat Bert de Wit, die was daar toen ook. Mm-hmm. En die was met verlof en wij zaten in de voorbereiding. En toen heeft hij tegen mij ook gezegd, hij zegt, Henk, hij zegt, zal je goed je best doen, studeren moet je. Hij zegt, stop je hele rugzak maar vol met theologie, met cultuur, met veiligheid. Hij zegt, zorg maar dat je goed bewapend naar dat zendingsveld toe gaat. Dus ik had een beetje zo van, welke kant gaat dit gesprek op? Spannend. En toen zei hij tegen mij, hij zegt, maar weet je wat ik nu hoop? Dat je net als Jozua bij Jericho mag zijn. Hij zegt, die was misschien tot de tanden toe bewapend. Hij zegt, wat moest hij doen? Hij zegt, in het geloof achter de Heere aangaan. Rondjes lopen. En dat heeft mij heel erg geholpen aan het begin. Ja. In de periode dat wij in de wijk kwamen waar nog niets was. En je ga je inderdaad rondjes lopen. Ja, denk letterlijk ook bijna. Rondjes lopen. Ja. En er zullen misschien ook mensen gestaan hebben die gelachen hebben. Daar gaat hij weer. Ja. Maar in het geloof achter de Heere aan. En dan denk ik, dat mogen we in crisissituaties ook doen. Hm. Of dat nu op het zendingsveld is, in Ecuador, Albanië of waar dan ook ter wereld. In het geloof achter hem aan. Hm. En dan zal het ook zijn, mijn oog zal op u zijn. Ja. Zoals we dat vanmorgen ook gehoord hebben. Ja, en dan dat is mooi. Dat is mag je in crisissituaties niet het hoofd naar beneden, maar omhoog. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, ik denk dat wij ons gesprek ook onderaan moeten gaan afronden. Als ik even op mijn horloge kijk, dan zie ik dat de tijd ook bijna alweer voorbij is. Maar kort, 20 minuten. Maar als ik het kort samenvat, dan denk ik dat er volgens mij twee inzichten echt naar voren komen in dit gesprek. De eerste is dat crisis en spanning op een zendingsveld intens kan lijken. Maar dat we ons niet moeten vergissen dat het in Nederland net zo goed dezelfde crisis en spanning is. En dat het dan elke keer de vraag is of het je in afhankelijkheid aan Gods voeten brengt. Dat is volgens mij de eerste les. En de tweede les, zo rond die coronacrisis, daar komt toch wel duidelijk uit naar voren dat de wereld eigenlijk stil komt te staan. Helemaal tot stilstand. Maar dat dan juist God laat zien dat hij gewoon doorwerkt. En exact, dus overal boven staat. Ja. En als mensen wegvallen, dan kan hij misschien wel juist te meer aan de slag om te doen wat hij wil doen. Ja. 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 Mooi. Hey, heel fijn dat jullie hierover in gesprek wilden gaan. Voor deze uitbreiding in het middagprogramma. Wij gaan nu ruimte maken voor het volgende gesprek dat om 14:15 zal plaatsvinden. Jan-Kees Kooijman, onze missioloog en toeruster bij ZGG, die zal in gesprek gaan met dominee H.J. Achteresch en dominee W. Haring over het thema de zegen van zendingswerk.